Wij gaan beginnen met het tweede deel van het kwartier. En het woord is aan de heer Talsma van de Historische Vereniging Sneuvel. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is voor mij hartstikke thuiswedstrijd. Want ik ga zeggen, jongens, ik zie het achter, ga ik even op tafel best, maar ik ben 20 keer in deze roepje weg wat mij te krijgen. Of in het verleden met beerder gehad of enzovoort. Dus wat dat betreft mooi, maar ik heb een schof met hier in het verleden, maar ik ben nog zenuwachtig. Ja, dat past niet. Ik ben hartstikke goed. Ik ga mijn verhaal op papier zetten, want mijn band die zei dat ze mij van Freddy Hyde iets voor genealogie, ook voor de historie. En hij praat een hele jonge trok, we komen net de klus. Nou, dat had ik bij ongelutsen vandaar dat ik dacht van ik zet die jonge papier. En aan mij deed ik hem vragen stellen, of deed ik wel vragen stellen, maar je deur waarschijnlijk op papier losboom, dan is het helemaal los. Mijn naam is Harry Talsma, voor diegenen die mij net kennen. Ik wil lange tijd Rietslid en wethouder in de gemeente Verwedderdeel. Nu stel ik hier als voorzitter van de historische vereniging Noord-Oost-Friesland. Net van de Sneuvers, of van de historische vereniging Noord-Oost-Friesland. En wij hebben een Nederlandse naam, die is al meer dan 30 jaar oud. Je mag nu in Noord-Eerst hebben keren van de Friese naam. Maar wij hebben een Nederlandse naam dus nog en dat komt van, nou ja, van het familie. Dus familie had onder de bij 650 leden die oorlog in Nederland is zelfs der boeten bij. Dus dat hier het beslag groep bij de gemeente, Landwoord, Baltimodel, Dongerendeel, Verwetterdeel, Kalmermossea, Schielmoeserg en dan wat rommel in geval. Daarnaast willen wij ook nog actief in een stukje acht kasten. Dus doel is in het eerste plak genealogisch ofwel standbeeldonderzoek. Er komt vaak historisch onderzoek voort uit jouw wat uitschoenrijtje op de vader. Dat wie bij mij in het geval hij de stamboom die hij moet bellen. Want dan word je weten in welke tijd leven die mensen en dan komt het historisch besef komt ook boven. We stellen hier jong als bestuur en redactie van uw vereniging. De redactie van het Verzien Burger trof Pieter aan. Dus na mij, dat nemen we dan net al, dan komt Pieter naar mijn vraag. Uw relatie met de gemeente rent langs het streekarchief van de Brakmeij, werd wij als uw meeste onderzoek door. De faciliteiten, de mogelijkheid, beschikbaarheid en help, stippen van de mijnwerkers binnen voor u stier gewicht. Sterker nog, oors zonder wij uw onderzoek net banken. Vrijwilligers, maar het is vaak van jongens oren hebben. Hoewel de club altijd ouder wordt en Oordij ook meer tijd kreeg. Want Piet vertelt dat hartstikke wat we doen, want wij hebben ook een jongere in de vereniging. En Salona de Schoen ben ik van. En dan had ik het geuzel niet leuk. En dat soort dingen, maar dat vertelt Piet aanspreekt wat we doen. In de media, Salona komt we boven. Wij genealogen leven in een diepte van verorings die de burg net makkelijker maakt. Het vernemen van benen, het wijzigen van achternaam, dat gebeurt nog steeds meer, maar het wijzigen van dorpsnaam, van Hollands en Fries, dat spreekt niet, en weddingdeels maakt zich onderzoek lastiger. En wij denken dat het voor ons nijdteam daardoor nog moeilijker wordt. En dan weet misschien deze omgeving beter bij, het nog wel ongeveer te vinden, maar dat ligt erop van Idadio, waar wordt dan nog het haardplak, waar wordt het adviem nog te vinden, waar wordt welke dwarp nog te vinden. En als je inmiddels ziet, bij welke dwarp en bij welke gemeente heren die tussen. Voor sommigen is het maar hij doet ook wel geen heel erg onderzoek, maar voor sommige mensen doet dat heel lastig. Ik zie ook ooit hoe het naar je gemeente mag. Heel onfatsoenlijk zijn van plakken, maar dit is dat dan een mooie plaket op mijn uzinige gemeenteraad. En dat hebben wij bij belasting best. En we willen bleed door daarom mij dat gemocht. Dus namelijk wil ik dat toch nog lang bewaren, hoewel wij zeker weten dat het werk misschien maar van een paar jaar is. Want de naaien. De volgende herindeling die ze wel net zijn, heel lang op zijn wachtje ligt, en we kunnen het door, maar we worden niet meer.
Nou, ik zou het samen zeggen. Het gemeentewagen van Verwendendiel is 800 jaar oud. En ik denk net dat deze dat hebben. Maar, even het wagen van Verwendendiel is 800 jaar oud. De wagens van Dorendel en Kalmelo zijn daar, die binnen van jong. Dat is dan kant op reiscorrecties en de weddingdeel van Dorendel, Oost, West, Dorendel en Dok, dus dat ben ik ook getraaid. Ja, en in de commissie moeten we dan boven het volgende probleem. Sterren. Sterren die komen in alle gemeente wapens komen die voor. Dat is net zo vreemd dat er sterren in stonden, net omdat Jim al je sterren werd of wij al je sterren werd. Maar de sterren stond van het bestuurlijk centrum. En nog weer het zijn dat in Verwelderdiel, die hier zomersterren in de wapensteen, dat is die van de zomerwapen. Donderdeel hier de Kraaiensteen, dat is het bestuurlijk centrum met z'n weer. Bestuurlijk centrum Ten Haag en bestuurlijk centrum Dokkum. Dus dat is al Herdenwerderswapen, Kalmeloor, CA. Zou je antwoorden maar daar zeggen? Kalmeloor, CA, die Ingersterren en die is die van het bestuurlijk centrum Kalm. Voor u als commissie wil het dus met eens zoveel op kiezen. Omdat je weet dat het en wat ik nog goed kan worden, maar trof de Hoge Raad van de Heraldiek. En daarna ik nog profiteer. De Hoge Raad vergaderde in oktober 2018, dat wie dus bij mij op om was. Het concept was ik nog goed, nog schilder worden, waarom wij dus voor de verkoersje van 2018 bleven werden. In dat proces wierde er dan ik nog de Weddingdielingscommissie, colleges en verkeerdburgers van de leren die er wat van vinden was. Al met al, een eer is dan heel goed voorbij. Eer en oren slagen, het kennelijk besluit wat nog krijgt in de eerste week van 2018. Het schild op het wapen is standaard. Ik zal het even bij pakken. Het schild is standaard. De kroon is een van de drie verschillende drie kroon die broedt burger mij. Wij hebben die van Doorn weer gekregen. Daar ben ik kroon van Wetterschippen, maar wij hebben mee te maken, de menselijke kroon. Wij hebben die van Doorn weer gekregen met de Romeinen in de kroon. Dat vonden wij pas college. Die vrijheid die hadden we nog keers in de draaien. Wij vonden dit de mooiste. Invulling van het schild, dat is makkelijk. Waard, kust en lommen. De kleuren staan er vast. Dus daar heb je geen discussie over. En je hebt daar geen discussie over, maar het net mogelijk. De ster, je hoeft nog de meeste adequatie. Maar het halve sterren worden. Een ster met halve punten. Of drie sterren, voor drie gemeentes. Zes of vier punten, een ster. Eindje besluit hou ik eerst van het symbool. Wat stiert van ieder bestuurscentrum. En dan heb ik best een puntje. De winkels die zijn ja, een keer in Jodenster. En dat vinden wij nog net direct passen bij de gemeente. Dat is in dit geval net zo. Een Jodenster, dat ben twee drie hoeken niet om qua lijn ben. Maar ik zou in dit geval dat alle punten van u de midden benaderen. Dus het is een ordemodelster. Bij meisjes is droog, een historische vriendin, meisjes is droog in de breedste zin. Over de historie. En vrede ook van de nieuwe gemeente zwart en oorlog. We hebben blij dat we jong oorsluiten bij zon en don, want dat lijkt ik helemaal op u te rijden. Ik vernaam van de morgen bij de Wix dat de historische man Wim Singel en Greffen Roem Jepmanstaat en Martin verdwijnen. Wim Singel is ontzagen en de Greffen is bezig die te dempen. Dat vinden wij de tegenspieder en geen zwartvaardig beheer. In het verleden is er wat dat betreft te volle verdwongen door gebrek aan kennis en zeker het interesse. Wij vreden hem zwaarder voor. Wij hier je jong graag wat jaren stien, omdat er nu al grote bepraging beschreven is. De Weddingdiel is alweer 4 maanden oud, maar we begrijpen ook dat Jim het druk had. Daarom zeg ik van leg straks de spreuk op de mok, misschien helpt dat je een lisbietje. Ik jou het beurt nog graag voor die dag.
Voordat ik u het woord geef, meneer De Haan, wil ik u wel attenderen dat u nog pakweg 13 minuten hebt. Dus niet om u daarmee te pesten, maar als voorzitter ben je op tijd te maken. En het, ik wil u er even nog bij. Ik heb 4 minuten nu gegeven, dus ik hou mee. Super, hoor. Super. Het woord is aan meneer De Haan. Ik hier zo. Hier heeft ik, joh. Dat niet. Nou, je ziet een kwart maar even niet wat de voorzitter bij gezegd had. Maar het is direct wat belangrijke punt die hij net neer had. Je levensstand is heel groot. Maar je moet je wel realiseren dat de helft boeten Friesland werd. Van die helft is maar een gedeelte nu de regio, in de regio die hij neemt had. Dus je hebt een stukje Westerkwartier bij Grijs bij. Want dat, mensen zitten vroeger echt net in een gemeente gevangen, die reizen het in en weg. Dus dat hadden we er echt al weer bij. De lezers van u, alle lezers uit heel Nederland, die ben geïnteresseerd in geschiedenis. Maar wij gaan een blad, en dat wil eigenlijk een platform wezen voor alle onderzoeksresultaten die we leven door. Maar als je moet zien, er is maar een deel van uw ledenbestand wat echt onderzoek doet. De meesten ben gewoon geïnteresseerd in de geschiedenis. Gewoon interesse, lezen, maar geen daadwerkelijk onderzoek. En van die orenhelft, het orenstik, wat eigenlijk onderzoek doet, is nog wel een heel groot deel gepubliceerd van eigen familie. En dan wil ik een liedshoekje van onderzoekers, de diehards. Die ben ik lekker egoïstisch, wat, want al het spul wat zij door het bergen natuurlijk, die publiceren. En die slaan je ervoor om je een boek te krijgen. Maar dat bent maar een heel iets meer, heel iets groep. Dus uw vereniging, die gaat eigenlijk maar een liedsgroepje bij je putten kennen. En daarna bij je ziekte. Nou, als je nou wat publicaties had bijvoorbeeld, het bierboek, waar ik nu op beurt heb, Reinder Pasma, met zijn boeken over de Tweede Wereldoorlog. En dat soort publicaties, dat komt al je ten meeste niet belangloos, jongens onderzoek toch. Wij zijn eigenlijk net een vereniging die over de waai timmert, maar we gaan een boer opknappen. We gaan Elze single even de hemel of zo. Nee, wij zijn een netwerk. In je druk netwerk. En als je dan ziet, wat dat netwerk hoe heel Nederland is, dat wij leden hebben die hier zitten, want ik heb jouw leden hier verteld. Ik zei net dat ik begin te tellen, ik heb jouw leden voorgesteld. Dat wij het mol overal, hè. Maar die leden zitten ook bij de universiteit. En dat net Grijs, maar ook de Universiteit van Amsterdam. Koninklijke Bibliotheek, ter zorg. Bij de musea zijn verschillende. En bij al die musea gaan wij contacten. En dat komt gewoon. Wij gaan mensen over heel Nederland. En die gaan brede kennis. En dan krijg je echt een ingang bij de universiteit. Ze hebben hier denk ik verteld wat vorige maand gebeurde. Er is iemand van de Unie van het Rijksmuseum. Nou, het Rijksmuseum had een heleboel objecten, ook in depots. En ze wilden van al die objecten graag iets weten. Die neemt contact op, nu is van hier. De contactman, wat zij het weten, werkt in Amsterdam. In Amsterdam, hè? Zij neemt contact op voor een object in Dokkum, daar is een achtergrond. Wat zei die man in Amsterdam? Mijn werk is vlakbij je museum, ik fiets naar je taak. Die vrouw wil Bron dat kennen, maar die zit in Dokkum. Nee, zegt die man, ik ben onderwijs. Vorige maand gebeurd. We hadden ook een contact daar in het Rijksmuseum, een conservator. Nou, zeg maar, met Rob. En dat is, komt eigenlijk omdat wij een redactie hebben die in plaats is. We gaan zo lang. Trui, die bent tussen de 60 en de 64 jaar oud. Een 40 en de trui, die zit tussen de 20 en de 30. En dat jouw een evenwicht. Want die ouderen, die doen papier. En die jongeren, ze zitten er te laat, die horen mij in de gaten, die denken, je bent oud. Digitaliseren, digitaliseren, digitaliseren. En delen. En dat wordt dus van heel Nederland. Die beschouwt de hele zaak oors. Nou, dit is dus een zaak. Daardoor zei ik alweer, ik weet net hoe het werkt. Wat werkt het dan? Ik weet ook net hoe die veegang staat, er zit een eigen facteur van het museum in Dokkum. De beelden van Bolletje weer in de plaats, de digitale jongens van u beginnen dat al regelen.
En dan krijg je iets digitaals. En het past perfect bij de voordracht van Joop, de vraag. Past perfect bij. Maar je naar je naam zegt. Wat is die? Onder ons je dag. Dit Utrecht, Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam. Maar ik toch. Dit is een project van de Friese Academie. Dat is de eerste stad in Friesland die mij de Friese Academie, met dit project. En dat weer twee nu. Vorige week stier Snitser rond. Vorige maand kwam Ljouter rond. Vorige maand komt Fransje rond. Wat? De meester Wanders, die hier twee jaar niet, die al geknapt heeft, dat toch een bijtje. Maar wat is dit? Volgende. Dit is die in Lausanne in Zwitserland. De foto is nou door een professor van de Universiteit van Amsterdam, die specialiseerd is in digitalisering van historische steden. In Lausanne, als ze hier kunnen hier. Als er een soort bijeenkomst van universiteit van heel Europa, van historische steden. Budapest, Venetië, Barcelona, dat soort steden, Parijs zit er altijd bij, die echt een hele grote probleem gaan met jongeren, met een bier en wim, en commentaren. Echt, hoe gaan we met het orgel, hoe kunnen we dat presenteren? Er zijn technieken voor, digitale technieken. Om die bewenners en de hoezen en wat voor hoezen ben om die op elkaar te zetten en inzichtelijk te maken. Wat dat mij is, want hoe kun je van alles bedenken, maar je kent niks. Nou, dit gaan wij dus neer. Friese Academie, maar de Universiteit van Amsterdam, die had techniek. Maar alles wat voor een gegevens is, dat maakt natuurlijk wel invullen worden door het werk te komen. Die vrouw in Amsterdam, die zit er, die schroot en blauw, dat is die dak en time machine. Dus we zijn met dakken, daar heeft Europa hier. En time machine dakken is voor de orensteen het voorbeeld geweest, hoe mag je zoiets digitaliseren. Maar deze manier van werken, ik heb het rondgeven, nou, op het moment denk ik 20% van de hoezen in dakken rond tot 1600. Ik heb dus zeggen van die bewenners, dat erop, bij die man, zie het in dit hoes, moet je 84, 1600. Dat is nog onmogelijk. Dan kom ik bij de Raaksma, ging er nog eens, bij Uithangborn. Als ik met jou een slachtere dak moet doen, dan kom ik bij 50 hoesmoers. Ik had wel papier, ik ken het van het net, ik ken die onderwijzen. Hier zie je het vergulden aan, daar zie je het vergulden dit, daar zie je dat. Praat door de eerste van 84. Dus het is mogelijk bij jouw meest om schaffelenhoezen te koppelen via dit systeem om een huis het pand van Oostje. Om het zeggen dat daar pand geschikt voor is, maar het kan. Dit systeem doet er heel Nederland, wil ik helemaal uithalen. En werken die dokken nog. De pilot zei, we hebben deze muziek zeker het kan om dokken behind weer. Dat nu ook die 24, wie dokken, binnen de greffen. Dus wie behind, wie net de lied, wie net de druk. De archieven weer, de mogelijkheden weer, er zat de Friese Academie muziek, die zei hier, en hadden dit dat, het eindresultaat. En dit dan het hier zo. Nou, dit is dus het voorbeeld. Zou ik een hele goede voorbeeld nemen, maar ik ben eigenlijk een netwerkorganisatie van al je eindselgangers. En al je eindselgangers die hun eigen kennis hebben en die voor die jongeren verliezen. Of je vorm, je mag delen. Een van die jongeren, die had een idee maken, of die kreeg de vraag van de tinkersbad van wat de oorbieren kent. Hier onder deze commissie in de Riedersleven. Dat is Theo Delfter. Hij komt uit Datumendeel. Ik weet niet dat dat slecht is, maar hij komt uit Datumendeel. Dus dan komt er wel passend dat hij geen mij hier. Je maakt een ontwerper nooit vreemdje naar de motivatie waar wat een ontwerp is, want dan krijg je in de holle, dat snappen we al net, dat keuze naar een ontwerp door.
Maar de tijd ook is heel duidelijk. Hij zei, de wapens maken erop, daar herinneringen, maakt mooi tekst op, het maakt makkelijk. Nou, u weet al, een mak is beter dan kop en pans, want dat ga je één aandacht. Een mak is smoek, je hebt het bewaren. Een mak is om de vader, goede mak erin, je had een goed gevolg. Dus dat is gewoon de motivatie. Een mak. Nou, Theo, een mak. Heb je maar op, dan de burger, maak ik veel fysiek. Is dat jouw de eerste mak moet rijden? Dit is net het vaasje van Rutte. Nee, dit is de mok van Albuquerque. We gaan nog verder dat het uitrekening van die mokken, mijn sneuken bij, dat zijn wel weer het regelslid, maar ik. Dat is voordeel als je voorzitter van een redactie bent, dan kan je ook wat voorsturen. Ga je niet meer ik denk dat er van de informatie over de vragen zijn om niet te zeggen. Ja, wij leven in oren tijd als hun. Maar jij gaat erop investeren. En ik ga denk ik heel goed voor je. Bedankt meneer De Haan en. Meneer Tals, maar voordat wij overgaan tot het uitreiken van de mokken van apotheken en in het eventuele volgende herinnering vallen, misschien heb je ook al een beetje voor. Precies, maar je moet eerst nog aan de wandelen met meneer Braaksma. Wil ik u nogmaals hartelijk dank voor de presentatie, beide. En ik stel voor dat wij 5 of 7 minuutjes pauze inlassen voordat wij overgaan naar de besluit. Nogmaals dank.